Welkom bij Werken in een pretpark. In deze serie volgen we medewerkers voor en achter de schermen van kinderpretpark de Julianatoren in hun dagelijkse werkzaamheden. Julianatoren, te gek! Mijn functie is het bedienen van de achtbaan. Ik werk hier 13 jaar en ben er een paar jaar tussenuit geweest. En ik vind het heerlijk, anders had ik die 13 jaar niet gehaald natuurlijk. Bij de achtbaan moet je vooral oppassen, punt 1, veiligheid natuurlijk. Dat de mensen hun handen niet buiten het bakje steken. En dat de mensen niet door de uitgang naar binnen komen. Het leukste aan mijn werk vind ik de omgang met de kinderen. Die zijn eerlijk en ja, om die een leuke dag te bezorgen, dat vind ik geweldig. De achtbaan is een van de leukste attracties van het park, vind ik zelf natuurlijk. Nou, ik ben hier de parkeerwachter. Ik zorg ervoor dat alle auto's veilig hun weg kunnen vinden, dat auto's veilig door kunnen rijden en de juiste plaats kunnen vinden hier. Zoals je misschien eerder had kunnen zien, ik begin de dag met pionnen uitzetten. Zorg dat alles hier goed staat, dat het duidelijk is waar de auto's hun weg kunnen vinden en dat ze zo de weg goed kunnen volgen en een parkeerplaats kunnen vinden. Ik zorg ervoor dat de dag structureel verloopt door de pionnen op de juiste plaats te zetten, dat het duidelijk is waar de mensen hun weg mogen vervolgen. En daarnaast zorg ik en mijn collega's ervoor samen dat het duidelijk is om voor eventuele ondersteuning bij het parkeren van de auto's. Nou, 's morgens als ik kom, dan de sleutel in de noodstop. We draaien de noodstop op. Dan hoor je de machine al aanslaan. Dan wachten we even. Dan kijk ik of we druk hebben. Ja, we hebben druk. En dan doen we een testrit. Druk op start. En daar gaat hij. Laat ik hem draaien en in de tweede ronde druk ik de noodstop om te kijken of die ook inderdaad stopt en of alles werkt zoals het behoort te werken. Nu gaat hij weer omhoog, dus vaak drukken we de noodstop in als die op de helling is. Daar is hij nu bijna. De noodstop ingedrukt en hij stopt keurig. Dan pakken we de sleutel weer. De noodstop omhoog en we pakken de herstart en dan gaat hij weer. Dus alles werkt perfect. Dan gaat hij zijn ronde afmaken en dan moet ik hem zo dadelijk, als hij het perron nadert, moet ik hem helpen dat hij keurig op het perron op de juiste plek stopt. Druk nu de knop in. Dan komt hij nu het perron op. En we stoppen, doen de beugels los en we zijn klaar voor de volgende mens. Wij zorgen ervoor dat de parkeerplaats optimaal wordt gebruikt door mensen duidelijke instructies te geven via handgebaren. Waar ze mogen staan en hoe ze het beste kunnen parkeren. En eventueel ook met mondelinge ondersteuning. Dat is even gezegd, je kan het zo het beste doen. Wanneer deze parkeerplaats vol is, hebben wij nog de gelegenheid om een andere parkeerplaats in te zetten. En dan wordt deze afgesloten en dan kunnen de bezoekers op de andere parkeerplaats gaan parkeren. En worden ze gependeld met onze pendelbussen. Nou, wat ik het mooie vind aan mijn vak is dat ik werk in de recreatiebranche. En daar heb je voornamelijk te maken met vrolijke bezoekers. En dat heeft ook invloed op je eigen werkhouding. En zie je er zelf ook wel vrolijk van wordt en enthousiast in je werk kan gaan. Nou, dan gaan we even de beugels controleren. Moet u me die verraden? Ja, beugeltje vast. Goed zo. Ja. Nou, je hoeft niet bang te zijn, het gaat bij mij bijna altijd goed. En nu gaan we hem starten. Ja. En stoppen. Poortje open. Beugels open. Iedereen er veilig uit. Hallo prinses, komt u verder? Hallo, kom verder. Ik vind het heerlijk werk. Onderling, collega's leuk. Het is, klinkt afgezaagd als een familie. Ga je ook mee? Abonneer nu op het Julianatoren YouTube kanaal. Druk daarna op de bel en dan mis je helemaal niks.